En Lemos centraal in dat hart van de verdediging. Balverlies nu wel van Lemos. En de trap van Miyoshi. Redding van Bibau. Geweldige redding van Wouter Bibau. Ik zeg hem binnen, Aster. Ja, dit is natuurlijk niet goed, hè, van Lemos daar. Balverlies leiden heel snel. Het is echt wel een hele goede tussenkomst van Bibau. Hier met de stuit. Het is echt wel heel goed gedaan, want anders stond het 1-0 na een 3,5 minuut. 37 jaar, maar je zag het daar zeker niet aan. Prima redding en een eerste keer gevaar. Vandenberg, Sebawi in zijn vuurdoop. Bijzondere wedstrijd. Prima bal wel van Sebawi. Kijk eens, geweldige bal was dat. Van de jonge balgoochelaar, zeg maar, van Beerschot. En een kans toch wel voor Shankland. Ja, die aanname goed van de laat aan naar binnen te komen. Dit was een heerlijke bal. Goede bal ertussen. En kijk, de aanname niet goed. Hè. Als je hem meeneemt naar binnen, zeg maar, en je snijdt in voor de Soleil, dan kan je afdrukken. Nu aanname niet goed. En hij zegt van, ik heb het gezien. Nu deze hoekschop waar Beerschot misschien moet van profiteren. Met van op die flank Ilias Sebawi, die de hoekschop voor zijn rekening neemt. Laag aan de eerste paal, doorgekopt door De Smet. En Buté moest erbij zijn. Dat is nodig, hoor. Weer een goede save van Buté. Want de tweede paal was... Dit was gewoon een goede hoekschop. Als het echt de bedoeling was, en het lijkt me wel zo te zijn, dan was het zeker prima weten. Uitgevoerd. Het was Radic die vrijgelaten werd hier te laat bij zijn rechtstreekse tegenstander. Maar kijk, dan was Bataille toch even Radic kwijt. Avenatti, goed geopend. Ja, maar gevaarlijk. Iets te ver voor De Smet, gaat het halen. En kijk, hij speelt zomaar Sebawi vrij. Hij tegen Sek. Ilias Sebawi, trappen. Hij had gewoon De Smet moeten aanspelen. Zag hem komen en hij wordt ook meegegeven. Kijk toch wel even. Kijk, hier de situatie, De Smet. Prima gedaan, kijk naar De Smet. Hè. Dat moet hij toch zien, Sebawi. In principe, wachten naar binnen en nu meegeven. Ja, dan creëer je eigenlijk een 2-1 situatie. Maats gaat er stevig in, maar wint de bal. En Avenatti, heeft hij gezien dat Shankland hier vrij is? Ondertussen moet hij dat toch gezien hebben. Sebawi en Buté. En Sebawi die gaat de goal maken. Het is een strafschopbal. Nee, ik denk het niet. Maar goed, hij probeerde nog even door te gaan. Maar goed, ja, misschien miniem contact. Is hij geraakt of niet? Ja, als hij geraakt is in deze situatie, moet het penalty zijn. Omdat je, tuurlijk, omdat je er voorbij bent en op snelheid. Direct van hier. Het is penalty. Het is penalty. Want je raakt hem hier wel miniem, hè, maar je brengt hem wel uit evenwicht. Ja, wel. Oh, nee. Het is heel, heel vreemd. Dat maar... kon je niet ja, zien. Nee, hier. Nee, hij raakt. Ja. Hij raakt miniem contact, is dat wat ik zeg. Hè. Ja. En als je dan op snelheid bent, dan heb je dat voor dat je twee benen tegen elkaar kletsen. Dus ja, dat is een geval. In principe. Het is geen clear error in ieder geval. Nee. Maar als je hem fluit. Kan ik het wel begrijpen. In de zin, er is weinig contact, maar als je op snelheid bent, heb je maar weinig nodig om uit evenwicht te geraken. Maar ze zijn toch aan het kijken. Je moet dat bekijken en dan is het natuurlijk zaak van de man in het geel. Die moet beslissen en dat gaat Sebawi ook zeggen nu van ja, ik werd wel even geraakt. Scheidsrechter Nathan Verbonen zegt, neem de hoekschop maar. De VAR-check is over. Sebawi. Tegenstanders kennen ook het gevaar natuurlijk. Hè. Die zien dat. Die passen zich aan. Dom. En Shankland. Hier is Beerschot opnieuw in de 16. Shankland met een reuze kans voor Beerschot. Maar hij laat het liggen. Lawrence Shankland. Zo dicht is Antwerpen eigenlijk nog niet bij geweest. Het is de tweede keer in deze wedstrijd dat de schot in de zaak had kunnen brengen. Mijn excuses voor die flauwe woordspeling, maar ik kon hem niet laten liggen. Shankland liet hem wel liggen. Goed gedaan. Deze ook meteen bal op de grond. En dan ja, moet je tussen de palen schieten. Hè. Dat is veel te makkelijk. Naast getrapt. Actie was goed van Dom. Hij doet het ook goed. Alleen, alles goed eigenlijk. Ja, maar goed. Het moeilijkste is nog altijd tussen die drie palen schieten blijkbaar. Wat is het antwoord van Antwerp? Op slag van rust. Bataille tegen Sebawi. Gretiger Sebawi. Openen. Shankland, die kan meenemen. Dat leek op Hens, maar was het niet, denk ik. Shankland, Avenatti, Dom en de goal voor Beerschot. Het is 0-1 voor Paars en Wit. Ik kan niet zeggen dat het niet terecht is, hè, Aster, want de beste kansen zijn gewoon voor Beerschot.
Hij juicht niet, Joren Dom, maar het zal hem ongelooflijk veel deugd doen, dit doelpunt. En je kan niet zeggen, Antwerp zijnde, dat dit uit de lucht komt vallen. Want dat is het hoegenaamd niet. Ze hebben zich in slaap laten wiegen en ze zijn niet scherp genoeg. Nee, tuurlijk niet. Geen tempo genoeg in de wedstrijd. En als je dan zo gaat verdedigen, kijk, Shankland, die kan eventueel ook nog de weekendkrant erbij halen als er daar ook nog... Ja, maar ja, goed, kijk eens wat tijd en ruimte dat hij krijgt om die bal aan te nemen. Bouta, die is gewoon niet te zien. En dan dit, hè, geweldig gedaan vanaf Natti. Heerlijk. Heeft hij zeer goed gezien, maar dit is te gemakkelijk en er zit geen drive in. En toch weer hij, Joren Dom, ja, en met prachtig. Een belangrijke goal. Hij is een topschutter van Beerschot. Ja, ook het feit dat hij het binnenkantje voet heel rustig die bal weglegt. En als er nu eentje niemand niet kan aan doen, is Buté. Nog anderhalve minuut en dan richting rust. Youssouf. Balikwisha. Nainggolan. Brengen. En daar is de luchtmacht. Daar is Miyoshi. En daar is de redding van Bibau. Opnieuw. Het zou ook wel tekenend zijn voor het seizoen van Beerschot. Dat ze uitgerekend hier komen winnen. Nul uitoverwinningen. Maar dan wel de belangrijkste match komen winnen. Maar hier is Antwerp. En hier is Vrij. En hier is de goal. En daar is het geluid. En het bier van de Rode Wolf. Antwerp langs zij. Eén keer prikken. Eén keer de tempoversnelling. En de bal ligt in het net. Michael Vrij. Zeker niet zijn beste wedstrijd. Maar een belangrijke goal ook voor deze man. De eerste keer dat hij effectief wordt aangespeeld in de 16 meter, maar wel even kijken, Aster, want was van hieruit het gevoel dat hij bijna buitenspel stond. Hij nog altijd in rust, hier gaan we het zien. Begint actie, begint bij hem. Is het geen buitenspel. Geen buitenspel, kijk. Goed gedaan hoor, echt goed. Dit is absoluut fantastisch gedaan. En de assist van wie, Wesley? Dan was het Balikwisha. Ja, goed inkomen. Bensel tegen dus met twee voeten. Ja, Thibaut de Smet moet daarmee opletten. Hij moet er echt mee opletten. Twee voeten. Ja, en hij heeft al een gele kaart. En hij gaat opnieuw met rood naar de kant. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. Thibaut de Smet. Onbesuist. Als je geel achter de naam hebt, dan goed. Net ook de fase met Sik. Zijn zesde gele kaart van het seizoen en vooral zijn derde rode kaart. Thibaut de Smet, dom. Dat is je ploeg in de steek laten en nergens voor nodig. Tweede geel voor hem. Maar waarom komt hij daar? Waarom komt hij daar op die positie? Kijk. Dit is de bal. Maar uiteindelijk, ik denk dat vooral de manier waarop Natuurlijk is. De manier waarop. Maar uiteindelijk. Eigenlijk is er niet veel aan de hand. Nee, er is niks. Maar het is. Je gaf in de live gaf je wel de indruk dat hij met twee voeten vooruit komt. Ja. Omdat hij met zijn rechter over de bal schuift. Maar uiteindelijk, als je dit gaat zien. Het is. Het is een tweede gele. Dus ook daar kan je niet tussenkomen. En ik kan nu wel de frustratie begrijpen van Thibaut de Smet. Wensel. Tegen twee man aangetikt. Oh, dat leek me wel een overtreding. Dat leek me een overtreding op Bensel. Niet gegeven, Sebawi. En dan lopen ze tegen elkaar. Sek en Nainggolan komen die capers. Sebawi is nog altijd op gang. Ilias Sebawi, goed gewacht. Het inspelen. Shankland moet dit maken. Ja, het doet het. De goal van Beerschot. De perfecte counter van Beerschot en Ilias Sebawi. Ik heb het vorige week ook al gezegd. Het is al lang geen toeval meer. Hij is de man. Bij Beerschot. Onwaarschijnlijk. Hoe slecht verdedigd van Antwerpen. Ja, dat is vergeten. Hè, wat je eigenlijk moet doen. Het ging eerst over de overtreding. Zeg maar tegen Benson. Waar sommigen nu nog wel gaan tegen de vierde scheidsrechter iets zeggen. Nu begint het. En het is, Het is toch een overtreding. Het is een overtreding. Absolute overtreding van, was het Van den Berg? Dus daar begint het bij. Maar dan dit. Geweldig. En wachten. En dan weten van, kijk, twee, drie man voor mij. Ik wacht. En dit is ook dit is prima. Perfect gedaan. Ja, gaat even gaan kijken. Voor? Nathan Verbomen. Overtreding. Ja, mag dat dan wel? Dat is eigenlijk geen clear error, hè? Ja. Nou, ik bedoel, sommigen vinden dat misschien een overtreding, sommigen niet. Ja, ik vond het ook wel een overtreding natuurlijk, maar... Het zou straf zijn, want
was fantastisch uitgespeeld door Sebawi en Shankland. Ja. Ja, en Beerschot geen strafschop gekregen in de eerste helft. Ja, ja, ook met al. Een discutabele fase. Ja, ja, absoluut. En daar kan je ook voor fluiten, hè, in de eerste helft. Dus werd ook geraakt aan de zijkant. Maar als je de beelden ziet, dan heb je wel het gevoel... Ja, het is wel een overtreding natuurlijk. Ja, maar ja, goed, bij anderen is ook... Maar ik probeer in het hoofd nu te kruipen van Nathan Verbomen. Wat gaat hij beslissen? Belangrijke beslissing in deze derby. Het is overtreding voor Antwerp. Ja, daar komen ze goed weg, hoor. Daar komen ze goed weg. Maar het is wel een lichte overtreding, hè. Ja, het is omdat we het super vertraagd zien, hè. Dit beeld zou je zo... Ja, we zien het super vertraagd en dan denk je, het is een zware overtreding. Oké, hij wordt wel geraakt. Dat is dan een clear error. Het is geen clear error, maar dan vind ik de penalty ook geen clear error. Maar ik snap er niks meer van. Nee, ik ook niet. Dit is geen clear error. Dus ja. Er zit geen lijn in. Bensel. Nainggolan. Strakke bal en laag op Balikwisha. En vrij en de goal. Daar is het 2-1 voor Antwerp. Ze hebben het dan toch helemaal recht gezet. En zij gaan helemaal gek. Tweede doelpunt van de namiddag van Michael Vrij en Brian Priske. Ja, met de hakken over de sloot vandaag. Met de hakken over de sloot. Kijk eens wat het betekent. Het is een geweldig beeld. Een geweldig beeld. Vrij. Hij dan toch de topschutter op het juiste moment opgestaan en twee keer goed afgewerkt. Ja, weer zo kalm gebleven. Ik had net het gevoel zoals Joren Dom in de eerste helft. Zeer goed weggelegd, die bal. In alle rust. Ja, ja. Mooi. En kijk eens naar wat het betekent. Maar. Dit is een zeer bittere pil om te slikken voor Beerschot. Een afgeslagen bal dan Nainggolan. Dat is een prima combinatie. Al dan niet bewust of onbewust weggelegd door Samatta richting Frema. Gewoon de rust tussen de benen. Geweldig gedaan.